Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Drenthe en Drenthe Beweegt. Emmen staat deze weken in het teken van het NK wielrennen. Er zijn plannen om over een paar jaar nog groter uit te pakken. Het organiseren van het NK wielrennen heeft heel wat voeten in de aarde. Maar Noord-Nederland wil meer. Drenthe en Groningen willen het WK wielrennen in 2020 organiseren. Het gaat de hele wereld over. En wat is er nou mooier als je de leukste dingen van je provincie, van je gebied, aan de wereld kunt laten zien. De ambities worden eind vorig jaar bekendgemaakt en inmiddels is er al een hoop in gang gezet. De KNWU staat achter het plan en ook de provincies lijken het te zien zitten. Fietsen is in Groningen en Drenthe heel belangrijk en staat ook op een aantal fietsnota's in Drenthe. En in Groningen hebben we natuurlijk Fietsstad Groningen. Gezondheid, bewegen is belangrijk en ik denk dat we juist met dat WK wielrennen als kers op de taart, zeg maar, dat WK dan zouden kunnen organiseren. Ik denk dat we iets heel moois van kunnen maken. De plannen zijn er dus, belangstelling ook. Maar er is nog een andere kaper op de kust, Venetië. En dan is er nog een puntje van aandacht, het geld. Er zal 10 miljoen euro op tafel moeten komen. Nou ja, kijk, heel veel mensen zullen zeggen van leuk zo'n WK, dat is 8 dagen lang wielrennen. En dat is natuurlijk al heel erg mooi, maar ik denk dat we het met name als kapstok moeten gebruiken voor een veel breder vlak. Heel veel side events, ergens naartoe werken, gezondheid, scholen, kinderen in beweging krijgen. Politici en mogelijke sponsoren zijn gisteravond bij elkaar gekomen om over de plannen te praten. Nu is het een kwestie van een bidboek maken en wie weet wordt het WK wielrennen dan in 2020 in Drenthe verreden. Hij vestigde een wereldrecord met een bunnyhop en haalt nog veel meer bizarre stunts uit met zijn fiets. Rick Koekoek uit Erika. Maar welke stunt is nog steeds een droom voor hem om uit te voeren? Hoe gekker hoe beter. Het liefst uit het vliegtuig springen met de fiets bij wijze van een e-jack. Nee, dan moet ik hem goed zeggen. Het liefst wat ik zou willen is gewoon een berg beklimmen met de fiets, zeg maar. Dat is gewoon mijn idee. En dan op een gegeven moment het liefst basejumpen. Zeg maar exit halverwege ergens eraf met een pure parachute naar beneden. En natuurlijk goed landen. Dat is gewoon ultieme. De NK Wielersportweken worden in het weekend van 4 en 5 juli afgesloten met het NK BMX bij Rapid Wheels in Klasinaveen. Ik doe mee in de categorie boys 12 jaar. Vorig jaar boys 11 jaar werd ik Nederlands kampioen. En ik hoop dat ik weer op goede plaats kan rijden. Ik zit goed in mijn vel op dit moment. NK, dan kan ik wel een Nederlandse titel pakken. Daar heb ik heel veel zin in. Nou ja, zaterdags gaan we beginnen met het Nederlands kampioenschap loopfiets voor de 5 jaar en jonger. Dus die gaan, op de loopfiets gaan ze crossen over het laatste stuk van de crossbaan. Compleet met de starthek naar de finish toe. Wordt een heel leuk evenement. Klaar, af! Ik doe heel veel aan fietscross. Okay. Ik wil een grote beker winnen. En 5 juli dan gaat het Nederlands kampioenschap BMX. Dus komen uit heel Nederland komen de beste BMX'ers naar Klasinaveen toe om te strijden om de nationale titel. Twee van de kanshebbers zijn de broers Dinant en Rowin uit Emmerkompaskum. Het is gewoon super raar. In 2012 werden we allebei tegelijk Nederlands kampioen. Nou, ik hoop dat ik uiteindelijk op de nummer speer ooit kan een keer gaan verschijnen. Om net zo goed te worden als hem, dat lijkt me super vet. De BMX-sport wordt steeds populairder en dat merken ze ook bij Rapid Wheels. En wij zelf als vereniging zijn natuurlijk ontzettend actief en we hebben grote wedstrijden georganiseerd. Dus het ledenaantal dat groeit explosief.
Nou ja, we zitten nu al op 140 leden en 2,5 jaar geleden zaten we nog op 56. Zenuwachtig worden de BMX'ers in Klazinaveen niet van het NK. Nee, eigenlijk niet. Want zenuwachtig, dan word ik eigenlijk een beetje in de, rond de halve finale. Als ik de halve heb gehad, dan ben ik eigenlijk niet meer zenuwachtig. Dan heb ik meer spanning. Dus we gaan jou terugzien op het podium met het NK? Ja, tuurlijk. Volgende week op TV Drenthe, festival op fietsen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Drenthe en Drenthe Beweegt.